Ik zou zeggen, oeh. Ik heb hem zo lang in de baas gezet, aangezien we een spot over hadden. Zorg dat ik wat meer pokeballs krijg. Pijlballs. Dat is in het echt toch ook, Chris. Als je stamina in een zwembad op is, dan verzuip je gewoon hoor. Kijken. Dat hier. Oh, ik heb twee. Nou, afval wel mee. Daar is even vers 2. Ja, liefste dan niet in de buurt van de basis. Kijk dan maar de wereld rond. Thank you.
aan te pakken. Wacht, ik kom die kant op. En je bent de verkeerde kant op. Je bent al te ver. Dus ik zou daar een vastgraver even zoeken. Oh, je bent al terug. Ja, nee, ik zie dat. Ik kom eraan. Niet dat ik wil zeggen dat ik 100% zeker weet. Ja. Hey. Moet je de amulet afdoen? In de box. Inventory. Dus ik neem aan dat het zoiets is als een ring, of niet? Oh, nee, die heb ik geen. Ik ben ook al aan het zoeken. En volgens mij niet. Mij niet, volgens mij is die gewoon leeg normaal. Die zat bij mij in het kampje. Niet hier. Even hier kijken wat hier is. Er is ook eentje. Bij het vastgave point. Dus op 13. Een worksleeve aan zich is goed. We moeten alleen even kijken wat hij aan talents heeft.
Dan moet je naar een vast gravel wandelen. Ook een beetje OP. Oh, je bent bij Chillet. Die is die is level 11, dus dat zou ik nog even niet proberen. Ik heb die gedaan. Ja. Ja. Ja, precies. Oh, ja, ik had er geen moeite mee, maar ik had die vogel. Ja, een stukje terug. Ja, eentje heb je, dat is hier rechtdoor, maar we gaan hier naar rechts toe, gaan we die andere waypoint even voor je halen. Dus je kunt wel naar een oude teruglopen, maar er zit toch een andere in de buurt, dus ja, kun je net zo goed die even pakken. Ja, gewoon de weg volgen onder die boog door. Echt in die toren. Ja, die toren, daar zit een baas. En die doet au. Dat kan ik je zeggen. Die, ik was level 18. En die two-shotte me gewoon. Hier aan de rechtskant zit er in Chris. Ze hadden had je dat andere artikel gelezen? Dat was op release was er toch een issue met servers. Oeh, hallo. Wacht, even wachten. Dat is level 10. Auw. Eens even met mijn poesje spelen. Ah, ik heb geen ballen meer. Fuck. Nee, dan sterf je maar. Ja. Dat was een tombat. Ik denk, ah, dat is mooi. Shadow Flying Pokémon. Die is dood. Ja, daar wel poppetjes voor. Nee.
Ja, altijd meer zooi dan kistruimte. Dat kan ik je zeggen, want je krijgt straks grotere kisten, maar ook die zijn te klein. Nee, want daar moeten we ancient spullen voor hebben, dus daar moet je die bazen voor verslaan. Ja, ga je gang. Je hebt toch twee companions bij je. Ik heb er maar één. Crap. Good God. Ja, daar. Waar is die? Waar is die? Bij Chris. Ik kom eraan, Chris. Die wil ik. Snap ik. Nee, daarom, ik kom eraan. Ik heb net ook een level 12 op zijn gezicht geslagen. Omdat ik hoge level ben. Weg daar, kat. Oh jee. Nee, nee, nee. Oh fuck. Chris, redden. Nee, maar mijn kat heeft die mammoet gehaald. Die is een pak slaag aan het geven, ja. Hij is dood. Maar moet dus gereset. Hey, ik heb de tombed. Ja.
Ja, in de kist. Daarom zijn die kisten altijd zo puinhoop. Dat doen die carriers. Dus als je hout wil hebben, altijd even buiten de basis pakken. Hetzelfde voor steen trouwens. Oh ja, ik wil niet zeggen dat we een voorraad hebben. Je moet gewoon zelf hout halen en wat dan in de kist zit, kun je extra pakken. Ik ben van de ene kant wel blij dat die boxen geshared zijn. Dan pets en resten hebben, dat niet iemand een per ongeluk eruit pakt en meeneemt. Die tombed heeft trouwens gathering, mining en carrying, allemaal op 2. Nee. Maar hij vreet ook een stuk meer. Hij heeft 5 voet in plaats van 2. Plus hij heeft verder niks speciaals dus. Oh, dat weet ik niet, maar ik heb nog nooit een boog gebruikt. Ik moet daydreams vangen, die zijn overpowered, ja. Nou, Chris heeft een daydream bij zich. Ik heb eigenlijk. Oh. Hier, Chris en ik zijn er. En dit. Plus. Ik ben er. Nou, die komen er dadelijk aan. Dat zijn mannetjes met geweren. Weet ik niet of je die kunt capturen. Denk het niet. Ja, dat zijn die. Ik heb mijn combat uit en hier staat ook een heel groot hert. Waarschijnlijk hoeven we niks te doen. Die sterven voordat we het in de gaten hebben. Ja. Kijk, combat, Chris. Nee. Ik kreeg niet eens kans om wat te slaan. Nou, dat was het alweer. Even die zooi die ik opgeraapt heb, even in de kist gooien. Ja, shift-klik keuze wisselen. Als je daydream uit hebt kraft, dan loopt je daydream met je mee en valt mee aan. Maar niet eens een daydream. Ja, er zijn er één of twee bij die doen transporteren. Maar als die met andere taken bezig zijn, doen ze niks transporteren. Maar daarom ga ik ook altijd buiten de basis mijn resources halen.
Zit vol. De basis. Nee, ze zijn allemaal in gebruik. Door de... Ja. Ja, die ga ik nu bouwen. Ik wil eerst even die vogel hebben, dan ga ik wel mee. Ik heb er ook geen. Ja, omdat je zo laag level bent, is alles agressief. Oh ja, ik moet de headband nog even maken. Ja, klopt, maar hij doet sowieso veel damage aan... Die pushback in die tornado. Dat interrupt ook meteen. Dat is super fijn. Hij heeft een extra defense. Klopt, maar als jij een laag level gevangen hebt, dan duurt dat even voordat hij jouw level is. Hebben we al voor.
Ook wil ook niet echt die spawn. Dat weer. Daar gaan we nou extra gaan pakken. Helpt ook in. Ik weet zo even niet wat hij had. Een artisan is het beste wat je kunt hebben. Voor work, tot nu toe, wat ik gezien heb. En als je carriers hebt, dan is het Swift. Ja, natuurlijk loopspeed. En net zoals die bed die ik heb, die kan twee dingen tegelijk dragen. Dus dat maakt dan wel weer verschil als het level 2 is. Dus het level van carrier maakt uit, om het zo maar te zeggen. En dan zijn stats. Proficiency. Wat hè? Wat we hebben, kun je even goed capturen. Kun je altijd kijken of je een betere stad te pakken krijgt. Hoi. Kutkip. Schijnbaar genoeg gevangen. Ja. Nee, dat is zo hoog laten we nog niet. Ja. Kun je gewoon in wandelen. Zolang je niks aanvalt daar, kun je treden. Dan staat die wanderer treden weer. Wel even goed uit welk level die guard is die daar staat. Wat is dat groene ding nou? De zijkant van de berg geweest zijn. Hier hebben we nog niet. Ging wel rap. Wacht, ik ga even hier het waypoint halen, kom ik jouw kant op. Dat is een kampje.
Die moest ik niet hebben. Die hebben. Hoi. Honderdje. Uiteraard ook nog. Zo je niet altijd die life punch. Ja, kom er zo aan. Even een Pokémon kaart beschrijven. Ja, dat kampje despawnt als je te ver weg bent en dan uiteindelijk weer terugspawnt. Normaal pak ze niks van de crafting table af. Heb jij niet per ongeluk hetzelfde wat ik heb? Druk eens op 2. Ja, precies, dat je hem op het verkeerde hebt staan. Lukt het, Chris? Gewoon proberen. Nou, we hebben een aantal eieren in de kist liggen. Als we straks de incubator hebben. Ja. Eens even kijken wat die hebben, die dire holes. Gathering, dus dat is niet interessant. Die Foxbox doet best wel pijn. Dat is hoe ik net zag. Nee hoor. Gewoon naar de overkant glijden en dan even stamina laten.
doen en dan kun je klemmen. Verkeerde knop. Ja, klemmen is een ding in deze game. Oh, dan zijn we net naar beneden gesprongen. Nu liggen wel 4 pokeballen. Ja, dat lukt niet. Oh, wacht, hij stopt hier nou. Ja. Nee, ik haalde het ook net niet, maar toen bleef hij op een richeltje steken. Daarom stond ik daar. Nu haal ik het wel. Ja, dat had ik te straks. Nee, ik ben niet doodgegaan. Gewoon rennen. Kijk, mooi. Laten we even kijken waar die dingen überhaupt spawnen. Dat. Maar dus bij onze basis en dan op dat rechtereiland zitten ze. Ja, precies. Rechtdoor ergens 300 meter moet een fast travel point zitten. Zie je dat? Op zijn west. Ja, als je dicht genoeg bij bent. Even kijken of ik hier naar beneden kan wandelen. Ik wil wel een beetje stamina hebben voordat ik daar inspring. Oh, die granaten doen pijn. Zo cool dat echt, hè? Bam! Dan zie je die Bob gewoon een kilometer vliegen. Ja, ik had gezien. Nee, het zijn andere. Zo'n Griffioen adelaarachtig. Maar deze kunnen we ook even pakken. Even kijken wat het is. Ja, maar even terug.
kan het zeggen dat. Dan krijgen ze geheid een claim aan een box. Clara gecaptured. Ik heb wat, wat licht geeft. Even kijken. Oh, die hebben watering en transporting, dus niets speciaal. Klopt. Daarom zeg ik niet speciaal. Ik moet een tux te slapen. Ik denk, die ga ik toch op z'n pas aan. Oh, daar is de vastrel. Niet allemaal. Ik heb niet super veel pokeballs, dus ik zorg altijd dat ik die alleen gebruik als ik ze iets interessants vind of iets nieuws. Oh ja. Ja, precies. Nou, ik zal het even proberen. Als jij dan een beetje op afstand blijft, als dat misgaat, kun je mij recht zetten. Ja, we laten eerst even kijken wat hij aan damage doet en zo. Au, wow. Ik ben er bezig. Ja. Achtersun ook nog. Wat doet dat ding? Handiwork level 2. Woe. Dan hebben we dadelijk een dedicated crafter pas. Ja, want anders blijven die pokeballs aan het craften. Wandelen.